Hallo lieve mensen, Basudara Gandong, vrienden, familie, kennissen, vrienden van vrienden, geblokte vrienden en natuurlijk verre familie en kennissen van ver land. Lieve mensen, ik heb jullie gemist. Ik heb jullie gemist, want ik heb jullie gewoon gemist. Het was wel even fijn, zo'n vakantie. Het was wel fijn. Het was ook... wat ik zo fijn vond was dat ik... In het begin had ik best moeite om te chillen. Om gewoon even te relaxen, even rustig aan te doen. Want mijn mind, mijn kapala, Angin, ging de hele tijd tjoer, 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 tjoer. Ging de hele tijd tjoer, tjoer, tjoer. En het was, dat is niet goed, dat is niet goed. Dus ik heb echt geprobeerd om lekker relaxen te doen. En de vakantie begon gewoon echt geweldig. De eerste week ging Sammy Joe, mijn dochter natuurlijk, voor de mensen die dat niet weten. Die ging naar haar moeder, hebben ze ook gewoon even iets leuks gedaan. Zijn ze naar Center Park of zo geweest. Heel erg leuk. En daarna ben ik lekker op vakantie gegaan. Met Sammy Joe en mijn vader ook gewoon meegenomen, want die is gewoon gepensioneerd. Dus ik zei, papa, we gaan koffer inpakken. Tjabat! Nee, dat zei ik niet. Dat ik zei gewoon normaal, want het blijft mijn papa. Ja toch? Dus toen zijn we naar Turkije gegaan. Turkije. Sadaab! Turkije! En waarom zijn we naar Turkije gegaan? Omdat dat was zeg maar wel het lievelingsvakantiebestemming, oord. Van mijn moeder. En mijn moeder ging altijd heel erg graag naar Alanya. Omdat ze het daar gewoon heel erg fijn vond. En ik vond het ook gewoon leuk om Sammy Joe dan mee te nemen. Zodat drie generaties, mijn vader, ik en Sammy Joe, lekker door Alanya konden lopen. En dat mijn vader wat verhalen kon vertellen over haar oma, et cetera, et cetera. Los daarvan vind ik Turkije ook gewoon een geweldig land. Gewoon lieve mensen en gewoon chill. En lekker eten, lekker zwemmen en gewoon lekker chill. Misschien even heel kort onze vakantie. Dat was onze vakantie, dat was echt super te gek, Samangat. Maar los daarvan, toen ik op vakantie was, toen had ik dus, Apani, had ik dus met mijn broer geappt. En mijn broer zei, ja, zullen we anders ook met mijn kinderen iets leuks gaan doen? Ik zei, ik ben down. Let's do this, ik ben down. En toen zijn we daarna ook nog met z'n allen een paar dagen naar Venebos, Noord-Brabant. Venebos, Hapert, Landal, Senegal to Landal. Misschien ook hier even een korte...
Dat was Landau. En nu is de vakantie voorbij. Niet voor iedereen. Ik heb ook gezien in Noord en Zuid, dan moeten jullie nog even, sommigen nog een week, sommigen nog 2 weken. Maar hier Midden-Nederland is gewoon al, zijn ze gewoon allemaal al gestart. Sammy Joe vanochtend ook. Die is ook gewoon alweer naar school. Groep 4 al. Het gaat allemaal zo snel. En ik moet jullie eerlijk zeggen, lieve mensen. Ik moet jullie eerlijk zeggen, echt gewoon troestrang, hè. Hatika hati. Jiwa ke jiwa. Je weet het. Je zweet het. Wat ik wil zeggen tegen jullie is. Dit is denk ik de eerste keer, hè. De eerste keer, deze vakantie. Dat ik echt heb gechilled. En dat het ook gewoon relaxed was. En rustig. En in harmonie. En ik zal jullie uitleggen waarom. Jullie kennen mijn situatie. Dat ik een alleenstaande vader ben. Heftige tijd heb ik gehad. Heftig. Omdat je gewoon alles zelf moet doen. Dat heb ik gedaan. En ik blijf dat ook doen. Want het is gewoon mijn dochter. En daarvoor leef ik. En daarvoor werk ik. En daarvoor strijd ik elke ochtend. Als ik opsta, dan denk ik, ik doe het voor haar. En het was in het begin heel erg moeilijk. En nu eindelijk, met de mama van Sammy Joe, mijn ex-girlfriend, gaat het nu wat beter. Geen relatie, maar we communiceren nou relaxed met elkaar. En ik merk ook echt, hè, dat het voor Sammy Joe, ons kind, ons dochter, zo fijn is. Dat je dat aan je kind kan geven, zodat ze in de avond of in de nacht niet loopt te piekeren over papa dit of mama dat, maar dat we gewoon chill en met z'n drieën nu ook leuke dingen kunnen doen. Lekker chillen, samen zijn. Harmonie! Iets op het ding! Harmonie, want zonder harmonie, stress. Mentaal ga je kapot en als mentaal kapot gaat, lichamelijk, fysiek ook. Naar de kloten. Het allerbelangrijkste is harmonie. Dat is het allerbelangrijkste. Maar lieve mensen, ik moet jullie eerlijk vertellen, nog meer, alles eerlijk. Aku ini hari, alles aan eerlijk, lieve. Eerlijk, eerlijk. Ik ben dankbaar. Nog steeds. Ik heb dat woord zo vaak gebruikt. En dat zeg ik nog steeds. Dat komt omdat, even een geheimpje. Volgend jaar, dus over een paar maanden, sta ik 10 jaar op de planken. 10 jaar. 10 jaar laat ik jullie lachen. 10 jaar ahai in volle theaters. 10 jaar. Lieve mensen, echt waar. Terima kasih banyak. Ik kan wel zeggen terima kasih banyak, maar aan de andere kant werk ik ook keihard om jullie te laten lachen. Het is voor mij ook lastig, hè, om die lat steeds hoger te leggen. Steeds hoger, steeds hoger, steeds hoger. En, maar dat maakt het ook spannend. Ik vind het te makkelijk om, dingen te doen die we al kennen. Te makkelijk. En daarom hou ik gewoon heel veel van theater. Waar alles mogelijk is. En wie is... Appa, appen, akko, blij. Bid aan het druk. Smirlap. Maar goed. Wat zie je nou, ben ik het kwijt. Ik had dat. Ik had het op stilgezet alles. Maar goed, maakt niet uit. Maakt niet uit, maakt niet uit. Voor harmonie, toch? Ik had het zo moeten lopen. Harmonie. Dus 10 jaar sta ik dus al. Volgend jaar sta ik 10 jaar op de planken. Even, als ik gewoon even aan terugdenk. Wat ik allemaal tot nu toe heb gedaan. Ook nog in het begin samen met mijn broer. Dan heb ik het over Sterk, de film. Dan heb ik het over Maluku Cinema, Jefta. Dan heb ik het over Het Geheim van de Brothers Di Michela. Enkeltje Toekomst. Liep de Show. Hot Perdomme Nou. Jago en Mina. Moet nadenken gewoon. Mijn Oom met Ambon. Een boek geschreven, Lea Doreen. En Sorry Tante Corrie. En op dit moment ben ik ook heel druk bezig met mijn nieuwe roman. 2 boeken. Dus kan je voorstellen dat ik in 10 jaar alleen maar bezig ben geweest. Ik heb niet stilgezeten. En daarnaast ook nog dat gedoe met de ex. Alles gebeurt, daar ben ik blij. Prima kassie toegaan. Dat alles nu lekker relaxed loopt. En we blijven gewoon lekker rustig. Dat is het allerbelangrijkste. Lekker rustig blijven. Want humble blijven. Zoals mijn moeder altijd zei, met beide benen op de grond. Iedereen respecteren, lief zijn. Hé, Jos, lief zijn, hè? Je moet lief zijn. En dan denk ik, dan komt alles goed. Ik ben echt dankbaar, nogmaals. Ik ben dankbaar. Ik kijk op Facebook, veel kijk ik op Facebook en op social media. En ik zie zoveel zwarte profielfoto's van ooms en tantes die gewoon ziek zijn of plotseling overlijden. En dan denk ik, we moeten echt genieten, lieve mensen. We moeten echt genieten. We moeten echt, gewoon echt wat van je leven maken. Gewoon doe echt iets wat je echt leuk vindt om te doen. Want het kan zo over zijn, hè. Het kan zo voorbij zijn en dan is het klaar. Dus ja, dat wil ik gewoon even meegeven. Probeer echt ook echt gezond te eten. Ik moet je ook eerlijk zeggen, kijk naar mij. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Ik ben gewoon 8 kilo afgevallen. 8 kilo afgevallen. En omdat ik nu een heel streng dieet
Dat vertel ik wel een andere keer. En ik voel me nog fitter dan dat ik 20 was. En dat is gewoon eerlijk. 8 kilo afgevallen was echt niet normaal. Ik heb nou nieuwe broeken moeten kopen en allemaal nieuwe kleren. Maar ik voel me fit. En waarom voel ik me fit? Omdat ik ready ben. Ik ben ready voor Sorry Tante Corrie deel 2. Want we gaan hervatten. We gaan gewoon door. En dus we beginnen al op 16 september. 16 september in Den Bosch. Laatste kaarten, Verkadefabriek. Wees daarbij. Dit is de 2e keer in Den Bosch. Dus dat wordt ook gewoon weer gekkenhuis. Altijd in Brabant is het een gekkenhuis. Heel veel mensen zeiden van wanneer, waar kom je ook bij ons? In Breda of Tilburg, waar dan ook. Stap voor stap, wat ik altijd zeg. Eerst even Den Bosch. Volgend jaar is het nog open, hè? Dus kom maar gewoon hier, want Spanje ram mee. En daarna 22 september in mijn geboortestad. De stad waar ik ben geboren, gevormd, getogen. Tiel West, Sada. Tiel, daar ga je Tiel. Ook die kaarten daar gaan ook echt super hard. Niet vergeten, 22 september. Daarna 6 oktober in Amsterdam. Uitverkocht. Amsterdam, altijd uitverkocht. Besef, lieve mensen. Als ik te snel ga voor jullie, dan doe je gewoon terugspoelen. Besef, lieve mensen, dat ik in Amsterdam al 12 keer, hè, in een uitverkocht Stadsschouwburg Amsterdam. 12 keer. Dat is niet normaal. Echt, al die Amsterdammers en omstreken, ik heb jullie hoog zitten. Echt. Maar als mens zijnde, gewoon dankbaar dat jullie altijd in Amsterdam, en zo zie je mij weer, Podium Mosaïek, 6 oktober, in no time uitverkocht. Heel misschien volgend jaar weer, of we kijken dan wel. En het mooiste van deze voorstelling is, daarna, na de voorstelling, is er een afterparty. En ook nog fotoboot. Samanga, Palingsada. 7 oktober, voor de 2e keer in Capelle aan de IJssel. Want de eerste keer was zo snel uitverkocht. Directie Bilang, nog een keer. Beres, nog een keer. 7 oktober. Dus voor alle mensen uit Capelle sowieso. Krimpen, Rotterdam. Waar dan ook. Silah kan datang. Die Isala. Isala Theater. Isala Sobat Kita. 15 oktober in Deventer. Deventer Schouwburg. Ik heb dus ook in Zwolle opgetreden. Dat was ook toen. Met deze show, Sorry Tante Corrie. En nou dus in Deemte. En Deemte altijd Sada. Deemte. Dat is wanneer? 15 oktober. En daarna één weekje wachten. Katopi Zaandam. Zaandam. Zaandam valt altijd in mijn hart. Voor alle mensen die in Zaandam, jullie weten. Ik heb het al een paar keer in vorige vlogs ook gezegd. Zaandam, jullie zitten gewoon voor altijd in mijn hart. En dat is 21 oktober. En waarom hou ik zoveel van jullie? Omdat er nog maar 15 kaarten over zijn. Toenala. 25 november, daarna gaan we dus een maandje heb ik dan rust. Oh, ik doe dit. Dat is, ik doe artikel rust. 25 november in Alphen aan de Rijn. En daar zijn er ook nog maar 20 kaarten over. Ah, lololo. Niet normaal. En daarna gaan we naar Kuik. Eerste keer in Kuik. Dat is 21 december. En dat wordt een hele emotionele show. Omdat mijn trouwste fan, geen bloedverwant, een tante die vanaf dag 1, toen ik nog Sterk of Maluku Cinema, toen ik daar nog met mijn broer aan begon, was zij fan. En haar naam is Mama Rita, Tante Rita heet ze eigenlijk. En zij, we noemen haar Mama Rita. En zij was van dag 1, elke show gekomen met zoveel liefde. Ze was altijd zo puur en oprecht. En haar man natuurlijk ook, om Ronald, ook u, alleen maar liefde voor u. En voor haar, omdat ze altijd zei, al die jaren, je treedt altijd op in Nijmegen, je treedt overal op, maar nooit in Kuik. Dus wanneer kom je alsjeblieft naar Kuik? Heb ik het eindelijk gefixt, is ze overleden. Ze is nu op een veilige plek, geen pijn meer, ze was een echte vechter. Dus 21 december speel ik ook echt voor haar. Ik ga ook heel iets speciaals doen. Ik ga stukken uit mijn eigen show halen om een speciaal stuk voor Mama Rita te maken. Ja, wat ik wil zeggen is dat ik er echt heel veel zin in heb om weer voor jullie op te treden en jullie te laten lachen. Daar heb ik echt heel erg veel zin in. Ik kijk om me heen, er zijn zoveel nieuwe Molukse jongeren die nu ook allemaal lekker hun ding doen en allemaal bezig zijn. En dat vind ik alleen maar samangat. Dat vind ik echt samangat, omdat ik gewoon geloof in onze creativiteit en in onze doorzettingsvermogen en in onze kracht. Zolang we alles met ons hart doen, zolang we lief voor elkaar blijven, dan geloof ik er gewoon heilig in dat alles uiteindelijk goed komt. Ik ga aan de slag. Ik ga dit filmpje even snel monteren, gelijk online gooien en dan gaan we gewoon weer knallen, zoals ik dat altijd zeg. Lieve mensen,
Wees lief voor elkaar. En dan zien we elkaar in het theater. Zodat we weer samen kunnen lachen. En samen kunnen genieten. Sorry Tante Cori, deze show is geschikt voor alle leeftijden. Dus ik krijg veel berichten van mensen van ja, kan mijn kindje komen? Er zitten zelfs baby's bij mij in de zaal. Want Asal Ahai toch? Kan je je voorstellen vroeger, toen wij jong waren. Dan gingen onze ouders ook niet om 8 uur naar huis. Wij gingen om 3 uur 's nachts naar huis. En waar sliepen wij? Met 2 stoelen tegen elkaar. Daar sliepen wij gewoon op met alle jassen van onze ooms en tantes overheen. Er werd muziek gemaakt, er werd geschreeuwd, er werd ruzie gemaakt. Maar wij sliepen gewoon. Daarom kunnen wij Molukkers goed tegen geluid. Sommigen niet, maar sommigen weer wel. Ik wel. Dus kom gewoon. Het is gewoon raam mee. Het is ook een reunie. Het is leuk samen zijn. Neem je vader mee, neem je moeder mee. Oma en opa als ze nog leven. Neem iedereen mee. Het is voor iedereen samangat. Want ik heb er gewoon zin in. Dus ik hoop jullie ook. Ik hou het hierbij. Ik hou van jullie allemaal. En tot de volgende keer. En dan haal je tickets. Chabat! Amato, I love you!